wil graag vragen of Hensley naar voren wil komen. Goed, dit is Hensley. Mijn ouders die staan bekend. Ik ben geboren in een gezin van 9 kinderen in Wijngaarden. En mijn ouders die hebben een verbouwde woonboerderij. En hebben door de jaren heen hebben ze al tientallen mensen opgevangen. Die bij ons thuis ook over de vloer kwamen. En zo een tijdje bij ons kwamen uitrusten. Waaronder ook Hensley. En Hensley, je komt welk land? Ja. Waar kom je vandaan, uit welk land? Ik kom uit Curaçao. Je komt uit Curaçao. En nou ja, ik heb Hensley een paar maanden geleden of een jaar geleden leren kennen. En hij worstelde nog heel erg met, het bestaansrecht in het leven, met onrecht enzovoort. Harde werker in ieder geval. Hij heeft bij ons thuis veel meegeklust. Hij kwam ze nu dan eens even een paar nachtjes slapen en dan weer wat verven. Maar nou heeft Hensley, en misschien dat hij straks wat van kan vertellen, maar heeft een paar maanden geleden, of hoe lang is het nou geleden gehoord heb? 5 maanden? Dat is 5 maanden geleden, 21 december. 21 december hebt u gehoord dat hij ongeneeslijk ziek is en dat je hoe lang hebben ze gegeven? Ze hebben mij 6 maanden tot een jaar gegeven. 6 maanden tot een jaar gegeven omdat hij door kanker helemaal uitgezaaid is in zijn lichaam. Er is niks meer aan te doen. Maar toen ik hem daar gisteren tegenkwam in de eetzaal, ik had je al een paar maanden niet gezien, denk ik 2 maanden. En toen zei Hensley: Arjan, ik heb de Heere gevonden. Ik zeg, dus ik zeg, nou Hensley, daar moet je misschien toch iets van vertellen. Hoe heb je dan de Heere gevonden? Hoe komt dat nou dat je na zoveel jaar uiteindelijk de Heer hebt gevonden? Dus hij zegt, ja, maar ik weet niet of ik dat kan. Ik zeg, nou, ik roep je wel naar voren. In ieder geval kunnen we ook als broeders en zusters voor je bidden. Maar misschien dat je nog iets kwijt wil aan de mensen die voor je staan. Oké. Okay. Ik ben Hensley Mingel. Ik heb heel lang in duisternis geleefd. Ik heb gehandeld in drugs. Ik heb gesnuifd. Ik heb heel veel geld ook gehad. Overal in discotheek, vrouwen. Onbezuisd geleefd. 5 kinderen. Allemaal boos op mij. Maar we praten wel met elkaar. We spreken wel met elkaar. Ja. Ik heb God gevonden doordat ik bij familie ben geweest, een tijdje daar gelogeerd, gewerkt. En ik ga ook naar de reformeerde kerk met familiebaan. En door zo heb ik een klein beetje God leren kennen. Toen ben ik terug naar Rotterdam. Toen heb ik God zijn dank ook Andrea. Die heeft me bij familiebaan gebracht. God zijn dank Andrea, die zit daar. En ik ben heel blij met Andrea. In ieder geval, zo is mijn leven gegaan. Helemaal in een duisternis geleefd. Slechte contact ook met mijn familie. Maar nu heb ik weer contact met mijn familie weer. En ik ben heel blij met familiebaan. Ik heb begonnen bij licht opzij te gaan. En zo een beetje, een keertje wel, een keertje niet. En toen heb ik beginnen vaker te gaan, beginnen ze te spreken met mij. En zo ben ik hier leren kennen. En nu ben ik zelf heel veel bezig met de Bijbel. En ik ga vaker naar de studiebijbel, naar Maranat Kerk. Ook bij House of Hope, Bijbelstudie, allemaal. En zo heb ik God leren kennen. Oké, wat zou je deze mensen nog mee willen geven, Hensley? Ja, alleen kan ik zeggen, goed op jullie passen. Blijf God dienen.
Maar God is goed. Dat is allerbelangrijk. Goed, zullen we nog met elkaar voor je bidden? Dank je, oké. Heere, hemelse Vader, u weet ook dat Hensley ongeneeslijk ziek is en dat er niets meer aan te doen is. Maar dat u ook uiteindelijk deze ziekte hebt willen gebruiken om uiteindelijk hem naar het woord te brengen en in contact met u, de levende God, te brengen. En Heere, we danken u voor uw wonderlijke leiding. En we willen met elkaar ook als broeders en zusters om hem heen staan en bidden, Heere, dat u ook deze ziekteperiode ook zal gebruiken, Heere, om hem meer op u te doen laten zien. Dat u ook alles van u mag verwachten. Heere, we bidden dat u uw genezende, herstellende hand ook op hem zal leggen en dat u alles zal gebruiken tot eer en glorie van uw grote naam. Heer, ik bid u dat u uzelf ook dieper nog aan Hensley zal openbaren en dat u ook hem zal gebruiken om de blijde boodschap te verkondigen, ook in zijn familie. Heer, u bent ook relaties aan het herstellen en we bidden ook, Heer, dat zijn kinderen en ook familieleden een ontmoeting met u mogen hebben en dat ze ook wedergeboren worden en de Heer Jezus mogen leren kennen als hun redder en zaligmaker. Heer, we willen zo biddend om Hensley heen staan en bidden dat u heel dicht bij hem zal blijven en dat u ook u mag dienen, Heere, totdat u hem thuis haalt. Heere, wilt u hem zo in alles nabij zijn in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank je. Oké. Goed. Er komt nog één ding bij wat we willen delen. Alinda en ik, mijn vrouw en ik, we zijn net 2 weken terug uit Zuid-Afrika. We hebben 3 weken zijn we in Zuid-Afrika geweest om daar broeders en zusters bezoeken, ook voorgangers, predikanten die hier ook al eerder zijn wezen spreken. En ook op een bijbelschool van André Bester gedoseerd. En die 3 weken hebben we ook met broeder Etienne Maritz opgetrokken, met zijn vrouw Trudy. Alleen er was één groot probleem. Etienne had het verschrikkelijk in zijn onderrug. En hij zegt, ja, dat is een hernia. Ik ben als jong kind ben ik gevallen en die wervels die zijn op elkaar gekomen. En daardoor is er een zenuwbeknel, denk ik. Maar ja, goed, hij zegt, het is nu al een half jaar zo, vanaf november. Dus op een gegeven moment was het zo erg dat ik de helft van de kilometers ook in Zuid-Afrika heb gereden, omdat hij gewoon dat al te zwaar vond en de pijn zo groot was. Dus we zijn terug naar huis gekomen en afgelopen zaterdag kwam er een sms binnen dat hij voor onderzoek in het ziekenhuis is geweest. En dat het nu blijkt dat daar beenmergkanker in zijn rug is openbaar gekomen. Dus hij is ernstig ziek. Ze hebben in principe vanuit de doktoren gezegd 3 tot 8 jaar is de levensverwachting. Maar goed, nou heeft hij gisteren een sms gestuurd dat de Heer hem op zeer wonderlijke wijze erboven uittilt. Hij gaat 3 chemokuren in een maand krijgen en 3 bestralingen in een week. En dat wordt dus een heel zwaar programma en ik denk dat het ook goed is om in jullie persoonlijke gebeden aan hem te gedenken. En ook aan Trudy. Maar hij mailde dat de Heer hem zo bemoedigd heeft door Psalm 20. En die wil ik met jullie lezen, Psalm 20. Er staat een psalm van David voor de koorleider. Mogen de Heere u verhoren in de dag van benauwdheid. De naam van de God van Jacob u in een heilige vesting zetten. Mogen hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion. Mogen hij aan al uw graanoffers denken en uw brandoffer tot as verteren. Mogen hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de naam van onze God. Mogen de Heere al uw verlangens vervullen. Nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde verlost. Hij zal hem verhoren uit zijn heilige hemel met machtige daden van heil door zijn rechterhand. Deze vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij zullen de naam van de Heere, onze God, in herinnering roepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij zijn opgestaan en staande gebleven. Heere, verlos. Mogen die koning ons verhoren op de dag dat wij roepen. Nou, we willen met elkaar ook deze samenkomst. We hebben straks nog 1 getuigenis voor de boodschap van Leenaert de Vlies, van de Vlies. Maar we willen eerst ook bidden voor Etienne en ook voor deze samenkomst. En achter in de zaal, bij de deur naar de eetzaal, er staat een staantafel en er liggen allemaal gekleurde vellen op. En degene die het op hun hart hebben, die het ook fijn vinden om Etienne te bemoedigen met een tekst of met een woord, of alleen maar met een naam of een handtekening, maar die kunnen daar hun naam opschrijven, want we willen graag deze week dat allemaal opsturen naar Zuid-Afrika om ook onze verbondenheid
met onze dierbare broeder duidelijk te maken. Want ook Etienne is voor velen van ons tot zegen geweest. Laten we met elkaar bidden. Heere Hemelse Vader, we komen tot u om uw grote naam, Heere, aan te roepen. U die de schepper bent van hemel en aarde. Heere, u die de onderhouder bent van ons leven. Heere, we leven in een wereld vol gebrokenheid, verdriet en tranen. Er zijn er ook onder ons, Heere, die dat uit eigen ervaring mogen weten. Heere, ook, op dit ogenblik wil ik onder andere ook denken aan familie van de Krol. Heere, u weet ook dat Evert-Jan hier 2 jaar geleden ook verteld heeft over het ziek zijn van zijn zoon. Maar Heer, u weet ook dat hun zoon Henk-Jan is overleden. En dat ze ook vanavond hier zijn. En we willen ook in dat lijden, ook in rouwverwerking, willen wij ook hen aan u opdragen. En bidden, Heere God, dat u ook hen genadig zal zijn. Heer, we zijn ervan doordrongen dat we in een gebroken wereld leven. Waarin u een weg met ons gaat. En zoals zuster Corrie ten Boom het heeft gezegd, Heere, wij zien vaak de draden aan de achterkant. Maar uiteindelijk, als we dat schilderij omdraaien, dan komt daar een kroon tevoorschijn. En Heere, zo wilt u toch ook lijden en onbegrepen wegen gebruiken om uiteindelijk die kroon te realiseren in ons leven. Hoe pijnlijk en moeilijk het soms ook is. En Heere, dan willen we ook in het bijzonder, gemeenschappelijk, uw almachtige naam aanroepen. Voor al degenen die te maken hebben met lijden, rouwverwerking, verdriet, een moeilijk of een lastig huwelijk. Of zelfs ook een ernstige ziekte, een ongeneeslijke ziekte. Heer, we willen zo alles bij u brengen. En bidden, Heer God, dat u uiteindelijk ook uzelf dwars door alles heen zal verheerlijken. En dat u ons eenswillend maakt, ook in de wegen die u met ons gaat. Heer, dat we niet opstandig zullen zijn, maar dat u ons eenswillend maakt, Heer, om u te aanbidden. En Heer, we willen zo ook broeder Etienne Maritz en zijn vrouw Trudy aan u opdragen. Heer, we hebben met elkaar ook het bericht vernomen, Heer, dat hij ook ernstig ziek is. Heer, Hemelse Vader, we danken u hartelijk voor deze broeder, wat hij ook in Nederland heeft mogen betekenen, in de vele boodschappen die hij mocht brengen. En dat vol overtuiging, vervuld door de Heilige Geest. Het heeft vele harten geraakt, bemoedigd, aangespoord voor een toegewijd leven. Heer, u weet ook dat ze als gezin al 2 kinderen verloren hebben, 1 door een moord en andere door een auto-ongeluk. En Heer, u weet van de pijn en het verdriet waar ze al, waar ze ook doorheen gaan. En Heer, God, we willen ook deze situatie aan u opdragen. Ik dank u, Heer, dat u ook Etienne en Trudy bemoedigd hebt vanuit Psalm 20. Heer, dat ze uw machtige daden mogen verkondigen. Heer, we bidden voor herstel en voor genezing. Maar boven alles, Heer, dat u in de tijd dat hij nog in ons midden mag zijn, in Zuid-Afrika en in Nederland, Heer, dat u op een machtige wijze hem nog zal gebruiken om de blijde boodschap, het evangelie van zonde en genade te verkondigen. Maar Heer, wat geeft dat ook voor ons weer een aansporing, Heer, om te beseffen dat we mensen van de dag zijn. Zoals broeder Paul vanmorgen ook heeft gesproken bij de jongeren over Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Heer, in een oogwenk of in een wenk is het voorbij. Het is een zucht, het leven is als een zucht, als een wolk dat verdwijnt. O Heere, we bidden u, Vader in de hemel, dat we met elkaar mogen arbeiden zolang het dag is en dat we tot getuigen van u zullen zijn. Voordat de dag komt dat de krachten afnemen of we ziek worden of sterven zullen. Heere, Hemelse Vader, zo dragen we alle jongeren aan u op, maar ook alle ouderen. En we bidden, Heere God, dat we ook de geest, de genade en de gebeden mogen ontvangen. Om biddend, om broeders en zusters heen te staan die het moeilijk hebben of die ziek zijn. Heer, ik wil ook nog u danken voor Ralf en Ellen Nieuwe-Domski, waar we ook de vorige keer voor hebben gebeden. Die een ernstige leverkanker in zijn lichaam had. En dat we er ook met elkaar voor hebben gebeden. En dat nu blijkt dat het verschrompeld is en dat het de tumor afneemt. En we weten niet hoe het zal gaan, maar Heer God, we danken u ook dat ze deze dagen ook in ons midden mogen zijn en dat u op wonderlijke wijze ook doorgeholpen hebt en het ook hebt willen gebruiken, Heer, om uiteindelijk ook hen aan de voeten van u te brengen en om u te eren en te verheerlijken. Heer, Hemelse Vader, zo willen wij elkaar aanbevelen uw genadetroon en bidden, Heer, dat ook vanavond u in ons midden zal zijn door middel van getuigenis en door middel van de boodschap van Paul. Heer, wilt u ze
alle zalven met uw Heilige Geest tot eer en glorie van uw naam. O Heere, kom in ons midden en toon ons ook deze avond uw heerlijkheid. Heer, dat we met elkaar ook in die zoete, zachte tegenwoordigheid van u mogen verkeren. Vader, we bidden het in Jezus' naam. Amen. Goed, Lenard. Goedenavond, ik ben Leenert van der Vlies uit Nieuwpoort. Ik woon nu in Papendrecht. Ik ben iemand die heel makkelijk praat normaal, te makkelijk. Maar toen mijn naam hier hoorde omgeroepen worden, klopte mijn hart in mijn keel, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben gewoon reformatorisch opgevoed. En eigenlijk vanaf mijn 15e, mijn broer die deed altijd waar hij zin in had. Dus ik kijk toch altijd een beetje tegen mijn broer op. Dus ja, ik ging ook gewoon eigenlijk doen waar ik zin in had. Van het een kwam het ander. En op een gegeven moment veel uitgaan, veel drugs gebruiken en eigenlijk helemaal van God los. En ik wist wel dat God bestond, alleen het deed me eigenlijk niet zoveel, zeg maar. Totdat ik hoorde van een oude vriend van mij, die ik ook kon vanuit dat wereldje, dat hij tot geloof was gekomen. En dat hoorde ik van een vriendin en die zei, joh, daar heb je toch helemaal geen zin in? Je wilt toch gewoon doen waar je zelf zin in hebt? Dus toen had zij gezegd, nee, maar God, hij zei dat God dat in hem veranderd heeft. Dus toen dacht ik, zo zou het wel moeten zijn, want ik heb er zelf helemaal geen zin in. Maar ja, dus ik was wel nieuwsgierig. Ik had zijn telefoonnummer gevraagd, had ik gebeld. Ik zeg, joh, hoe is het? En we waren een uur aan de telefoon gehangen. En ik zeg, jij bent toch geloof gekomen, hoor ik. Kunnen we het een keer over hebben? Hij zei, ja, tuurlijk, ik wil het er super graag over hebben. Dus hadden we afgesproken naar een lofprijsavond te gaan bij De Hoop in Dordrecht. En daar sprak Oscar Lohuis. Dat ging erover, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. En ja, daar werd ik echt als het ware wakker geschud van, we zijn onderweg naar de eeuwigheid. En het is gewoon, ik besefte gewoon dat het een wonder was dat ik op dat moment nog daar aanwezig mocht zijn. En het is gewoon echt wonderlijk. Dat God daar echt mijn stenen hart verbroken heb, als het ware. Dat ik echt wakker werd geschud. Van jongen, je bent onderweg naar de eeuwigheid. Het is een wonder dat je nog een leven bent. Dat je nog de kans hebt om de naam van de Heer aan te roepen. En toen aan het einde kon je bidden met meneer Lohuis, zeg maar. Maar ja, dat is niks voor mij, allemaal tussen die mensen daar. Maar mijn vriendin die moedigt mij aan. Die zegt van, joh, ga gewoon naar voren. Je hebt het wel eens over en maak nou ook gewoon die keuze. Dus ik ben gewoon naar voren gegaan. En ik brak echt daar. En echt met meneer Lohuis gebeden. En vanaf toen is eigenlijk wel mijn leven geleidelijk aan echt veranderd. En het is gewoon heel wonderlijk eigenlijk dat God zo je lust kan veranderen. Dat je eerst je lust in de wereld hebt. En dat God dat zo kan veranderen. Dat je ook echt gewoon vreugde vindt in de Heer. En dat je echt ernaar uitkijkt om met de dingen van God bezig te zijn. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Ik wil nog even een stukje voorlezen. Wat toen net tot geloof kwam, toen, dat was voor mij echt zo mooi, dat is in 2 Korinther 6, vanaf vers 17, dan staat er, ga daarom uit de midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot de vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. En dan in 7 gaat verder. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bedoezelingen van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus dat is eigenlijk zo'n heerlijke belofte. Dat God die belooft gewoon van, dat hij tot de vader wil zijn. En dat wij dat zonen en dochters van hem, de Allerhoogste, de Almachtige mogen zijn. En dat is echt een rijk belofte. Dus dat was het eigenlijk al. Ja. Arjan vraagt van, wat zou je door willen geven aan mensen die nog op die tweesprong zitten? Van, laat maar zeggen, als je gaat stappen, drugs gaat gebruiken, je leeft elke keer naar een kick toe. Maar je hebt altijd weer momenten dat je alleen op bed legt. En
ja, je besef brengt je geen echte vreugde. En zo'n weekend als hier, dat is wel grappig, want... even kijken, Maartenbaan die vroeg nog aan mij van, heb je al spijt dat je hier bent? Toen zeg ik, ja, ik heb spijt dat ik niet eerder tot dat inzicht ben geweest. Dat, ja, hier is dit is zoveel puurder gewoon om met z'n allen de heren te prijzen. En je hoeft geen imago vol te houden. Daardoor, op die feesten moest je altijd, ja, een beetje een stoere man, ja, weet ik veel. Eigenlijk best wel achteraf, dan dit is zoveel puurder. Je kan gewoon jezelf zijn en je hoeft niet bang te zijn wat mensen van je denken. Gewoon, dus ja... Ik zou zeggen van, blijf dicht bij de Heer, want ja, je raakt zo snel vervreemd van hem. En het is echt een wonder dat ik hier nu mag staan en van hem mag getuigen. Dat, ik heb het er zelf niet om gevraagd, dus het kan ook fout aflopen. Dat je nooit meer tot inkeer komt, zeg maar. Dus ga niet die gok nemen, want ja. Ja, die zeggen, als jij dan maar... Ja, hij vraagt, hoe hebben je vrienden daar op gereageerd in de omgeving? Ja, die zeggen van, als jij daarin gelooft, dan... ja, ik kan niet meer begrijpen dat mensen het niet geloven. Omdat ik nu mijn ogen zijn opengegaan voor die dingen. Maar ja, die denken, als jij er heel hard in gelooft, dan zal dat voor jou wel waarheid zijn. Maar ik denk, als je niet in God gelooft, van zo'n complex leven, van... ja, als God je ogen ervoor opent, kan je echt niet meer begrijpen dat je niet in God kan geloven. Dus. Oké. Okay. Let's open up our Bibles to Ephesians chapter 1. Laten we onze Bijbel openslaan bij Efeze hoofdstuk 1. We will read verse 1 through verse 8. We lezen vers 1 tot en met vers 8. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the very foundation of the world, that we would be holy and blameless before him in love. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself according to the kind intention of his will, to the praise of the glory of his grace which he freely bestowed on us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace, which he lavished on us in all wisdom and insight. Shall I read it again? Go ahead and read it. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Let's go to the Lord in prayer. Laten we de Heer bidden. Father, I come before you in the name of your Son, and I praise you, Lord, for all that you are, all that you have done, all that you do, all that you will do, according to every promise you've ever given. Father, I thank you for Christ. I thank you for his great work on our behalf. I thank you for all that you've given us in him. And Lord, my desire tonight is that you be glorified, that people leave this place having great thoughts about you. Lord, I pray also knowing that in a group this large, Lord, there are those who do not know you. Lord, their foreheads are as hard as iron.
and their hearts are as cold as ice, and their eyes are as blind as they can be, and their ears are deaf to truth. Lord, I know that these bones can live only by the power of your Spirit. And I pray, dear God, that you would get glory for yourself by redeeming people, by converting people, by causing people to see Christ and have hearts changed to such a degree that they love what they see and are drawn to him. Father, there's so many young people here. Lord, they believe themselves so wise. They believe themselves so sure, yet they do not know the danger they're in. Father, work in their hearts. Cause them to see that this is not mythology and it's not religion, it's truth, it's life. And apart from your Son, there is no life. Father, help us, empower us by your Spirit, because where there is not your Spirit, there is no life. But where your Spirit is working, there is abundance of life. Lord, help us. In Jesus' name, amen. You are greatly privileged to hear the passage read that you've heard this evening. U bent bijzonder bevoorrecht dat u het Bijbelgedeelte heeft horen lezen dat we vanavond hebben gelezen. We just started working with a group of Indian evangelists in the jungles of India. We zijn net begonnen te werken met een groep van evangelisten in de jungle van India. There's 10 of them. En er zijn 10 van hen. And all they have is the book of Mark. En het enige dat zij in hun taal hebben is het Marcus-evangelie. And yet they go through jungles risking their life and living in poverty to take that gospel that they know to other people. En toch zetten ze hun leven op het spel en trekken ze door de jungles heen om anderen te vertellen over het evangelie. But you and I have had the Bible all our lives. Maar jij en ik hebben de Bijbel, de hele Bijbel, al ons hele leven lang. And we have the privilege of hearing the full counsel of God. En we hebben het voorrecht om de gehele raad Gods te horen. But always remember this. Maar onthoud dit. To whom much is given, much is required. Aan wie veel gegeven is, wordt ook veel gevraagd. We need to turn away from the things in this world. We moeten ons afkeren van de dingen in deze wereld. Turn away from the things that look like gold but has no value. We moeten ons afkeren van de dingen die wel goud lijken, maar die geen waarde hebben. And we need to set our eyes on Christ. En we moeten onze ogen richten op Christus. And we need to study all the riches that we have in him. En het is belangrijk dat we bestuderen welke rijkdom ons deel is in hem. And we need to seek out his beauty. En we moeten onderzoeken hoe schoon hij is. And then we will live the Christian life. En dan zullen we het christelijke leven leiden. With power. In kracht. In the power of the Holy Spirit. In de kracht van de Heilige Geest. With the confidence of those who know God's word. En met de zekerheid van hen die Gods woord kennen. We oftentimes are so weak as Christians. We zijn vaak zo zwak als christenen. And to be honest with you, there's no excuse for it. En daar is geen excuus voor. We have been given all the promises of God. Want ons zijn gegeven alle beloften van God. We have been given the word of God. En we hebben het woord van God ontvangen. And the Spirit of God dwells within us. En de geest van God die woont in ons. It's time we find out what God has said. En het is dus de tijd dat we erachter komen wat God tot ons heeft gesproken. And that we begin to live by faith. En dat we daardoor beginnen te wandelen in geloof. Being strong in his strength. En dat we sterk zijn in zijn sterkte. Now, in order to begin, we're going to have just a brief summary of some of the things that we learned last night. Nou, ik zal kort samenvatten de dingen die we gisteravond hebben geleerd. Paul starts out in verse 1 by affirming that he is an apostle. In vers 1 bevestigt Paulus dat hij een apostel is. He wants us to know that the words he is writing are God's words. En hij wil dat wij weten dat de woorden die hij gaat schrijven, dat dat Gods woorden zijn. It's not just something you listen to and then forget. Het is niet de bedoeling dat je daar alleen maar naar luistert en het dan weer vergeet. Every person in this room will be responsible on the day of judgment for the word of God that my brother just read.
Iedereen hier aanwezig vanavond die zal verantwoordelijk zijn op de dag des oordeels voor het woord dat we vanavond hebben gelezen. Since it is God's word, we are responsible. Omdat het Gods woord is, dragen wij die verantwoordelijkheid. But since it is God's word, we need to listen and obey. En omdat het Gods woord is, moeten we ernaar luisteren en het gehoorzamen. Because this is the way to live. En dit is de wijze waarop we behoren te leven. There are so many voices speaking to the Christian today. En er zijn zoveel stemmen die op de christenen afkomen vandaag de dag. And most of them are completely wrong. En de meeste daarvan zijn helemaal verkeerd. We will not be strong in the things of God unless we know his word. En we zullen niet sterk zijn in de dingen van de Heere God tenzij we zijn woord kennen. Now in verse 2 or in verse 1 also we understand Paul is writing to Christians whom he calls saints and faithful. Nou, in vers 1 komen we ook tegen dat Paulus schrijft aan christenen en hij noemt hen heiligen en getrouwen. If you are a Christian, you are a saint. Als je een christen bent, dan ben je een heilige. The literal translation is you are a holy one. De letterlijke vertaling is je bent een heilige. You have been separated by God. Je bent afgescheiden door God. You have been drawn to God. En hij heeft jou tot zichzelf getrokken. You belong to God. En je behoort hem toe. And the purpose of your life is to live for his glory and service. En het doel van jouw leven is dat je leeft tot zijn eer en in zijn dienst. But one of the virtues of being a saint is that of being faithful. En een van de deugden die hoort bij het heilig zijn is dat je getrouw bent. This world is filled with faithless men and women. Deze wereld is helemaal vol van mannen en vrouwen die niet trouw zijn. Who have no love and no loyalty to God. Die geen liefde en geen loyaliteit naar de Heere God toe hebben. You and I are called to be faithful. Maar jij en ik, wij zijn geroepen om trouw te zijn. To be quick to hear his word. En om alert te zijn op het horen van zijn woord. And to be quick to obey. En om onmiddellijk ook te gehoorzamen. When I'm looking for a missionary to work in a certain place. Als ik een zendeling zoek om op een bepaalde plek te werken. I don't look at the outward appearance. Dan kijk ik niet naar het uiterlijke voorkomen. I'm not concerned about how extremely intelligent he is. En ik ben ook niet heel erg geïnteresseerd in hoe bijzonder intelligent hij mag zijn of zijn. I'm not concerned about how eloquent he is when he speaks. Of hoe welbespraakt iemand is. I look for one thing. Maar ik kijk naar één ding. And it's one of the rarest things found among men. En dat is heel zeldzaam onder mensen. I look for faithfulness. Dan kijk ik naar getrouwheid. He may not know a lot. Het kan zijn dat hij niet zoveel weet. But what he does know, he obeys. Maar datgene wat hij wel weet, dat gehoorzaamt hij. Sometimes I want to look at the men in my world. Soms wil ik kijken naar de mannen in deze wereld. And I want to scream out to them, stop being traitors. En dan wil ik tegen hen uitroepen, stop ermee om verraders te zijn. Stop limping between two opinions. Stop ermee om aan beide zijden mank te gaan. Rise up and be a faithful man of God. Maar ga staan en wees een getrouwe man van God. No matter what it costs you. Wat het je ook zal kosten. Faithful. En wees getrouw. Not just in the big things. En niet alleen in de grote dingen. But in the small things. Maar in de kleine dingen ook. So he says. In verse 2, he goes on, and he says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. En in vers 2 zegt hij, genade zij u in vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. There is so much that God has granted to us that we are not using. Er is zoveel dat de Heere God ons geeft, ter beschikking heeft gesteld, waar we geen gebruik van maken. It's like he has this gigantic, unlimited treasury from which you and I can take. Het is alsof er een gigantische en een onbeperkte schatkamer is waar jij en ik gewoon uit kunnen nemen. But we live like beggars. Maar we leven als bedelaars. There is so much more grace for you. Er is zoveel meer genade voor jou. So much more power for you. En zoveel meer kracht.
so much more of the person of the Holy Spirit for you. En zoveel meer van de persoon van de Heilige Geest ook voor jou. But we have not because we ask not. Maar we hebben niet omdat we niet vragen. Paul is looking at these believers in Ephesus and he's praying, "Oh God, grant them grace." En Paulus kijkt naar de gelovigen te Efeze en hij bidt: "O Heere God, geef hen genade." Strengthen them. En versterk hen. Fill them. En vul hen. Make them mighty men and women of God. En maak van hen machtige mannen en vrouwen van God. I know that you look at yourself and you see weakness. Ik weet dat je naar jezelf kijkt en dat je zwakte ziet. When I look at myself in the mirror, I see weakness. Als ik naar mezelf kijk in de spiegel, dan zie ik zwakte. But if we get on our knees, maar als we op onze knieën gaan, and if we go to God in faith, en als we in geloof tot God gaan, and if we open our mouth wide, he will fill it. En als we onze mond wijd open doen, dan zal hij het vullen. And by the power of God's Spirit, we can become something that we are not. En door de kracht van de Heilige Geest kunnen we worden wat we niet zijn. Because it is not the strength of the flesh, but it is the strength of the Spirit of God that flows through a man and makes him strong. Want het is niet de kracht van het vlees, maar het is de kracht van de Heilige Geest die door een mens stroomt en die hem of haar sterk maakt. I wish that you would spend much time before God crying out for greater grace. Ik hoop dat je tijd besteedt voor het aangezicht van de Heere God en dat je bidt om die genade. For greater manifestations of his power in your life. En voor grotere openbaringen van zijn kracht in jouw leven. And not just to preach or do evangelism. En dan gaat het niet alleen om preken of evangeliseren. But to be a godly husband. Maar om een godvrezende echtgenoot te zijn. To be a godly wife. Echtgenote. To be godly parents. En om godvruchtige ouders te zijn. To overcome temptation. En om verleidingen te kunnen weerstaan. To change in your character. En om te veranderen in je karakter. There's so much more than what we are taking hold of. Er is zoveel meer dan wat we tot nu toe ons hebben eigen gemaakt. Now let's go to verse 3. En dan kijken we naar vers 3. He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Now this is an unusual phrase. Dit is een ongebruikelijke zinsnede. If you look in verse 2, als je kijkt naar vers 2, he says, "God our Father and the Lord Jesus Christ." Dan zegt hij God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. But in verse 3 he is speaking of God as the Father of Jesus Christ. Maar in vers 3 spreekt Paulus over God als zijnde de Vader van onze Heer Jezus Christus. Now many groups that aren't Christian have used this verse 3 to supposedly prove that Jesus is not God. Nou, er zijn veel groeperingen die niet echt christelijk zijn, die dit vers hebben gebruikt om proberen te bewijzen dat Jezus niet echt God is. That he's something less than God. Dat hij minder is dan aan God gelijk. That God, the Father is God. Dat de Vader God is. But Jesus is something less. Maar dat Jezus minder is. But that's not Paul's intention here. Maar dat is niet de bedoeling van Paulus. He is not trying to teach us that Jesus is something less than God. Hij wil niet leren dat Jezus minder is dan God. I believe he's doing two things. Hij doet twee dingen. First of all. Ten eerste. When we read the book of Ephesians, Paul speaks of Jesus in great and glorious terminology. Als we het boek Efeze lezen, dan zien we dat Paulus Christus beschrijft in heerlijke en glorieuze termen. In every chapter of this book, he speaks very highly of Christ. In elk hoofdstuk van deze brief spreekt hij zeer verheven over Christus. And he demonstrates that he is God. En hij laat heel duidelijk zien dat hij aan God gelijk is, dat hij God is. What Paul is doing here in verse 3 is showing us the Trinity. Wat Paulus hier in vers 3 doet, is hij laat ons de drie-eenheid zien. At least the relationship between the Father and the Son. In ieder geval de relatie tussen de Vader en de Zoon. And although the Father is God. En ook al is de Vader God. The Son is also God. De Zoon is ook God. And in the Trinity they live in an intimate relationship of Father and Son. En binnen de drie-eenheid leven zij in een hele intieme relatie van Vader en Zoon. And this God, the Father, is the source of all things. En God de Vader is de bron van alle dingen. But Jesus Christ the Lord is the mediator of all things to us. Maar Jezus Christus de Heer, hij is de
de middelaar van al die dingen naar ons toe. Now I want you to look at verse 3 again. Kijk nog eens naar vers 3. He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Now this word Lord comes from the Greek word kurios. Het woord Here komt van het Griekse woord kurios. And kurios is used in the New Testament and in the Septuagint to translate the word Yahweh. En kurios wordt in het Nieuwe Testament gebruikt en ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament om het woord Yahweh of Here, de Here te vertalen. Yahweh is the proper name of God. Yahweh is de eigen naam van God. Now I want you to think about something. En ik wil dat je hierover nadenkt. Here we have verse 3. Vers 3. The Father is mentioned in verse 3. De Vader wordt genoemd in vers 3. The Son is mentioned in verse 3. En de Zoon wordt genoemd in vers 3. But look to whom the title Lord is given. Maar aan wie wordt de titel Here gegeven? Here it's not given to the Father. Hier wordt dat niet gezegd van de Vader. It's given to the Son. Maar die titel wordt gegeven aan de Zoon. This would be blasphemous if Jesus was not God. En dit zou godslastering zijn als Jezus niet God was. But he is God. Maar hij is God. And he is man. En hij is mens. He is Lord. Hij is Heer. And he's the mediator of everything that God has for us. En hij is de middelaar van alles wat de Heere God voor ons heeft. In the book of Ephesians we find that everything that God has for us is in Christ. In het boek Efeze vinden we dat alles wat God voor ons heeft, dat in Christus tot ons komt. He's the foundation of every blessing that you and I will ever receive from God. Hij is het fundament voor elke zegen die jij en ik ooit van de Heere God zullen ontvangen. But what I want you to see is he is also the mediator. Maar wat ik wil graag dat je ziet dat hij ook de middelaar is. Degene door wie alles komt. And I want to use another word here. En ik wil een ander woord gebruiken. He's the administrator. Hij is degene die het bedient. Now, I want you to think about something. En ik wil dat je hierover nadenkt. In the Old Testament, Joseph is a type of Christ. In het Oude Testament is Jozef een type van Christus. Now Joseph is sent by God's providence down into Egypt. En door Gods voorzienigheid wordt Jozef naar Egypte gezonden. Where he becomes a slave. En daar is hij een slaaf. And then he is imprisoned. En hij wordt gevangen gezet. But then he is exalted to be the Lord of all of Egypt. Maar daarna wordt hij verhoogd en hij wordt de Heere van geheel Egypte. He is the administrator over everything that Pharaoh has. En hij voert het bewind over alles dat Farao heeft. Pharaoh even says that without your word, Joseph, not one person will lift a finger or a foot. En Farao zegt zelfs tegen Jozef, zonder het woord van Jozef zal niemand iets kunnen doen. Now I want you to think about Joseph's brothers. Nou denk eens na over de broers van Jozef. They're in Canaan. Die zijn in Canaan. And there is a famine in the land. En daar is een vreselijke hongersnood. They and their children are going to starve to death. En zij en hun kinderen die gaan bijna dood van de honger. So what do they do? Dus wat doen ze? They come to Egypt. Ze komen naar Egypte. The great Egypt. Het grote Egypte. They're afraid. En ze zijn bang. They do not know if they're going to return to Canaan empty-handed or with a full load. En ze weten niet of ze met lege zakken terug zullen keren naar Canaan of met ladingen vol. Will the administrator, the Lord of all of Pharaoh's treasures, be kind to them? En zal degene die het bewind voert in Egypte, zal die vriendelijk voor hen zijn? Will he give them the food they need to prosper? Zal hij hen het voedsel geven dat ze nodig hebben om te kunnen leven? How do you think those brothers felt when they arrived in Egypt? Hoe denk je dat die broeders zich voelden toen ze in Egypte aankwamen? And they learned that the Lord of all the treasuries of Egypt was their brother. En toen ze erachter kwamen dat de Heere over alle schatten van Egypte, dat hun broer was. I want you to know they were joyful. Ik wil dat je begrijpt dat ze daar heel blij van werden. They had tremendous hope. En toen hadden ze enorme hoop. Well, look at you. En kijk eens naar jezelf. You have needs in your Christian life. Ook jij hebt noden in je christelijke leven. So often you walk around hungry and weak.
En zo vaak dan loop je rond en je bent eigenlijk hongerig en daardoor verzwakt. Don't you realize that the administrator of all of God's treasures is your brother? En besef je niet dat degene die het bewind voert over al Gods schatten, dat je broer is? Your elder brother who loved you so much, he died for you. Je oudere broer die zoveel van je heeft gehouden dat hij voor je is gestorven. Should you not go to him? Zul je niet tot hem gaan? Will he not be kind to you? Zal hij niet vriendelijk voor je zijn? I tell you that according to God's word, he will be kind to you. En op grond van Gods woord zeg ik je vanavond, hij zal vriendelijk voor je zijn. He is ready to bless you abundantly. Hij staat klaar om je overvloedig te zegenen. Now let me stop here. Nou, laat me even pauzeren. Because I've got to define a few things. Want ik moet een paar dingen definiëren. There are a lot of so-called TV preachers out there today. Vandaag de dag zijn er heel veel zogenaamde tv-predikers. And they tell you exactly what I just told you. En ze zeggen u hetzelfde als wat ik u vanavond heb verteld. That God is ready to bless you abundantly. Dat God klaar is om u overvloedig te zegenen. But many of these men who say these things, they are carnal and their God is their stomach. Maar veel van deze mannen die dit prediken, die zijn vleeselijk en hun God is hun buik. And for them, blessings are a Mercedes-Benz and a big house. En voor hen zijn de zegeningen een Mercedes-Benz en een groot huis. For them, blessing is health and prosperity and wealth. Voor hen is zegen, dat is welvaart en overvloed en veel geld. But to me, those are little things that I don't even care about. Maar voor mij zijn dat onbenullige dingen waar ik niet over nadenk. They are things that no true man of God cares about. En dat zijn dingen waar geen enkele echte man of vrouw van God over nadenkt. When I say that God in Christ is willing to bless you abundantly. En als ik zeg dat de Heere God in Christus gewillig is om je overvloedig te zegenen. I'm talking about these things. Dan heb ik het over deze dingen. With his presence, zijn aanwezigheid, with his life, zijn leven, with his power to live the Christian life and serve him, zijn kracht om het christelijke leven te leiden en hem te dienen, with great blessings of love and joy and peace, the fruit of the Spirit, met de zegeningen van liefde en blijdschap en vrede, met de vrucht van de geest. He is ready and willing to strengthen you to make you a useful servant. Hij staat klaar om jou te versterken, zodat je een heel bruikbare dienstknecht kan zijn. And he is waiting on those who will wait for him. En hij wacht op degene die wachten op hem. And seek his presence. En zijn aanwezigheid zoeken. I have a lot of young men that come to me and go, Brother Paul, we want to know how to gain spiritual power. En er zijn heel veel jonge mannen die naar mij toe komen en die zeggen tegen mij, broeder Paul, wij willen weten hoe wij geestelijk sterk kunnen worden. And I say, there's your problem. En toen, dan zeg ik tegen ze, kijk, dit is je probleem. You want spiritual power. Jij wil geestelijke kracht. I want the presence of Christ. Maar het gaat om de aanwezigheid van Christus. I want to see the face of Christ. Ik verlang ernaar om het aangezicht van Christus te zien. I want to know Christ more. Ik wil Christus beter leren kennen. When we talk about God's abundant blessings, als we spreken over Gods overvloedige zegeningen, seek the blesser more than the blessing. Zoek degene die zegent meer dan de zegening. Seek his presence in your life. Zoek zijn aanwezigheid in je leven. Be very careful not to offend his presence in your life. En wees heel voorzichtig om zijn aanwezigheid niet om niet hem te bedroeven. And everything else will fall in place. En al het andere valt dan op zijn plek. You see, you can have everything prepared for war, but if God is not in the camp, you're not going to win. Kijk, je kan alles klaar hebben voor de strijd, maar als de Heere God niet meestrijdt, dan zul je nooit winnen. But if God's in the camp, you need nothing else. Maar als God met je meestrijdt, heb je niks anders nodig. Seek him. Dus zoek hem. Because he will abundantly supply. Want hij zal overvloedig voorzien. He will go beyond anything you can think or ask. En hij gaat verder dan wat jij kan bedenken of vragen. Now he says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Now what does this mean, spiritual blessings? Wat betekent dit, geestelijke zegen? He has blessed us with every blessing in the spiritual realm. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegen, of elke zegen in de geestelijke wereld. He has blessed us with every blessing that can be conferred to you by the Holy Spirit himself. Hij heeft ons gezegend met elke zegen die ons deel kan worden door de Heilige Geest. Now I want to say a few things that I have here in my notes about spiritual blessings. Ik wil een paar dingen zeggen over geestelijke zegeningen die ik hier in mijn aantekeningen heb staan. And what they mean. En de betekenis daarvan. First of all, some people think that Paul is contrasting spiritual blessings with material blessings. Nou, sommige mensen die zeggen dat Paulus hier een onderscheid maakt tussen geestelijke zegeningen en materiële zegeningen. That he's contrasting the material blessings of the old covenant with the spiritual blessings of the new covenant. En dat hij een onderscheid maakt tussen de materiële zegeningen van het oude verbond en de geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond. Now there is some truth in that. Nou, daar zit enige waarheid in. But we need to be careful. Maar we moeten wel oppassen. Why? Waarom? Because under the old covenant there was also spiritual blessings. Want onder het oude verbond waren er ook geestelijke zegeningen. And under the new covenant God still cares for his people's needs. En ook in het nieuwe verbond zorgde de Heere God nog steeds ook voor de materiële behoeften van zijn mensen. I don't want you to think that in the Old Testament God helped people with their material needs, but in the New Testament he doesn't care about that. Ik wil niet dat je gelooft dat in het oude verbond de Heere God voor mensen zorgde ten aanzien van hun materiële noden en dat hij dat in het nieuwe verbond niet meer doet. He does care about our material needs in the New Testament. Hij zorgt wel degelijk ook voor onze materiële noden, ook in het nieuwe verbond. And I have seen countless times when God has met my material needs. En ik heb keer op keer meegemaakt dat de Heere God voorzien heeft in mijn materiële noden. And if you need more proof of that, I recommend that you read the autobiography of George Mueller. En als je hier meer over wil weten, dan beveel ik je aan om de autobiografie te lezen van George Mueller. Where God cared for the material needs of that man and countless orphans. Waar de Heere God op een hele wonderlijke wijze heel lange tijd heeft voorzien in de materiële noden van heel veel wezen. But here's what I want you to see about material needs. Maar ik wil dat je dit ziet ten aanzien van materiële noden. They are entrusted to you so that you might administer them to others. Ze worden jou toevertrouwd zodat je ze kan uitdelen aan anderen. These charismatic TV preachers, when they get on the radio and the TV. En deze charismatische tv-predikers als ze op de radio en op de tv zijn. They say the man who meditates on the scriptures will be like a tree planted by rivers of water that brings forth fruit in its season. En ze prediken, de mens die zijn welbehagen heeft in de wet van de Heere God zal zijn als een boom aan het water geplant die zijn vrucht geeft op zijn tijd. That's very true. En dat is waar. But there's something they forget. Maar iets vergeten ze. Trees don't eat their own fruit. De bomen eten hun eigen vruchten niet op. Trees bear fruit so that others can eat of it. Maar bomen dragen vrucht zodat anderen daarvan kunnen eten. Listen to me. Dus luister. I have seen how God can bless men. Ik heb gezien hoe God mensen kan zegenen. And bless women with material things. Ook in het materiële. But it is not to enrich us. Maar de bedoeling daarvan is niet dat we rijk worden. It's so that we might be faithful administrators. Maar opdat wij getrouwe bewindvoerders daarover zijn. Do you know what the life of a generous person is like? Weet je hoe het leven van een milddadig, een royaal gevend persoon eruit ziet? I'll tell you what it's like. Ik zal je zeggen hoe het eruit ziet. It's like Christmas every day. Het is als kerst, elke dag. When instead of thinking about everything that you can get for yourself, you're thinking about how you can give. En dat is dan dus niet dat je elke dag nadenkt van wat kan ik verkrijgen voor mezelf, maar dat je elke dag nadenkt over wat kan ik geven aan anderen. And how you can bless. En hoe je kan zegenen. Now one other thing I'll say because you need to hear this. En iets anders wat je ook moet weten.
Some men may make millions of dollars. Het kan zijn dat sommige mensen wel miljoenen verdienen. And they say, well, I made $10 million. En dan zegt iemand op een gegeven moment, ik heb 10 miljoen euro verdiend. And I gave a million away. En ik heb een miljoen weggegeven. What they need to understand is this. Maar wat ze moeten begrijpen is dit. You won't be judged for what you gave away. Je zult niet geoordeeld worden op grond van wat je hebt weggegeven. You'll be judged for what you keep. Maar je wordt geoordeeld op grond van wat je houdt. Did you really need that $9 million to live on? Had je die 9 miljoen echt nodig om van te leven? God blesses us. God zegent ons. But it is to bless others. Opdat wij anderen kunnen zegenen. To leave a train of blessing as we walk. Om een spoor van zegen achter te laten terwijl we door dit leven wandelen. Because if you're a Christian. Want als je christen bent. This is what the old preachers used to say. Dit is wat die oude predikers gewoon waren te zeggen. If you're a Christian, you have become a new creature. Als je een christen bent, ben je een nieuwe schepping geworden. You have become a higher creature. Je bent een hogere schepping geworden. So that if someone gave you the whole world, it could not make you happy. Zodat wanneer iemand je de hele wereld zou aanbieden, dat het je niet gelukkig zou maken. Because you're too high a creature to be satisfied with such low things. Want je bent een dermate hoog schepsel geworden dat die lagere dingen je niet meer echt tevreden kunnen stellen. The more you have of Christ, the less you need of other things. En hoe meer je hebt van Christus, hoe minder je andere dingen nodig hebt. Because he's the only one who can satisfy completely. Want hij is de enige die echt tevredenheid geeft. So there are spiritual blessings and physical blessings in the old covenant and the new. Dus er zijn geestelijke zegeningen en materiële zegeningen zowel in het oude als in het nieuwe verbond. But here Paul is talking about spiritual blessings. Maar hier heeft Paulus het over geestelijke zegeningen. Because they are superior. Omdat die van meer waarde zijn. They really are. Echt waar. Now, another thing that we need to look at about spiritual blessings is this. En iets anders wat we moeten weten ten aanzien van geestelijke zegening is dit. In the book of 1 Corinthians, chapter 15, Paul contrasts that which is natural with that which is spiritual. In 1 Corinthians 15 maakt Paulus een onderscheid tussen datgene wat natuurlijk is en datgene wat geestelijk is. And he describes the natural as that which is weak. En hij beschrijft het natuurlijke als datgene dat zwak is. That which is corruptible. Wat aan verderf onderhevig is. And that which will perish. En dat wat voorbij zal gaan. But he describes the spiritual as that which is eternal. Maar hij beschrijft het geestelijke als datgene dat eeuwig is. And that which is incorruptible. En wat niet aan verderf onderhevig is. Now my children know that my wife and I have made a decision to live a certain way. Nou, onze kinderen weten dat mijn vrouw en ik een beslissing hebben genomen om op een bepaalde manier te leven. It is our decision in Christ to live that way. En wij hebben in Christus besloten om zo te leven. But I explain it to my children this way. En ik leg dat aan mijn kinderen uit als volgt. Son, we do not take much money from the mission. Zoon, wij nemen niet veel geld uit de zendingsorganisatie. Our salary is capped, so it doesn't go higher, and there are men who watch over it. Ons salaris staat vast, zodat het niet alsmaar hoger wordt, en er zijn anderen die daarop toezien. We choose to live in a simple way. En we kiezen ervoor om sober te leven. Not because we're humble and saintly. Niet omdat we zo nederig en heilig zijn. But because your father's really smart. Maar omdat je vader goed over de dingen nadenkt. You see, son, we can invest in this life and lose it all. Weet je, zoon, we kunnen heel veel investeren in dit leven en het uiteindelijk allemaal verliezen. But everything we give away, we're sending it to heaven. Maar alles wat we wegsturen, dat wordt als het ware op onze bankrekening in de hemel bijgeschreven. We have no treasure on earth. We hebben geen schat op aarde. But in eternity where it matters, we're getting richer every day. Maar in de eeuwigheid, en dat doet er werkelijk toe, worden we rijker en rijker. You see, it's all about where you're going to make your investment. Het heeft dus alles te maken met waar je in gaat beleggen. And not just money.
Niet alleen geld. But you're all the gifts that God has given you. Maar ten aanzien van alle gaven die God je heeft gegeven. Are you going to live for eternity or are you going to live for something that will pass away in a moment's time? Ga je leven voor de eeuwigheid of ga je leven voor datgene dat in een moment zomaar voorbij kan zijn? If I could wish anything for you it would be this. En als er één wens is die ik voor jullie vanavond heb, is het dit. That you would live for the kingdom that is coming. Dat je leeft voor het koninkrijk dat gaat komen. That you would look past this world to a city whose builder and maker is God. Dat je voorbij deze wereld kijkt en uitziet naar de stad waar God de bouwmeester en de grondlegger van is. That you would live for him. En dat je leeft voor hem. With all your heart, soul, mind and strength. Met geheel je hart, ziel, verstand en kracht. Because those who live that way have true joy and true riches. Want degenen die op die manier leven, die hebben echte vreugde en echte rijkdom. Now another thing about these spiritual gifts is that they are communicated to us through the Holy Spirit. Iets anders ten aanzien van de geestelijke gaven of geestelijke zegeningen is dat die naar ons toekomen door de Heilige Geest. The only way you can know what these spiritual blessings are is through the revelation of the Spirit as he guides you in God's word. De enige manier waarop je erachter kan komen wat die geestelijke zegeningen inhouden is door de Heilige Geest als hij tot je spreekt door het woord. And the only way you can appreciate these blessings is if the Spirit has made your heart alive and changed your heart. En de enige wijze waarop je die geestelijke zegeningen ook op waarde gaat schatten is wanneer de Heilige Geest je van binnen heeft veranderd en je een hart daarvoor heeft gegeven. Let me give you an example. Bijvoorbeeld. Now this may be offensive. Dit is misschien aanstootgevend. But it's necessary. Maar het is nodig. I could stand here tonight and preach about the cross of Christ. Ik zou hier vanavond kunnen staan preken over het kruis van Christus. And all the sufferings that he suffered on our behalf. En al het lijden dat hij voor ons heeft ondergaan. I could preach about all the things that he has granted us through his death and resurrection. En ik zou kunnen spreken over alle dingen die hij voor ons heeft verworven door zijn dood en opstanding. And for some of you, en voor sommigen van jullie, it would be like me casting pearls before pigs. Voor sommigen van jullie is het alsof ik paarlen voor de zwijnen gooi. You'd listen to it. Je luistert ernaar. And you really wouldn't care. Maar het doet je niet veel. It would mean nothing to you. En het betekent niet veel voor je. Maybe the person sitting beside you would have tears running down their face. Misschien dat er wel iemand naast je zit die er sterk door wordt aangeraakt. Thinking about how much Jesus suffered for them. Die denkt na over hoeveel Jezus voor hem of haar heeft geleden. Thinking about all their sins that had been forgiven. En denkt na over al die zonden die zijn vergeven. But you might sit there just like this. Maar jij zit daar gewoon een beetje afwachtend met je schouders, met je handen over elkaar. Looking at your watch. Je kijkt op je horloge. Wondering when is this going to be over? En je vraagt je af hoe lang gaat dit nog duren? The greatest things in the world are being told you and you can't even hear or see them. De grootste dingen waar een mens over kan nadenken, die worden je verteld, maar je hoort en ziet het helemaal niet. I preached about Jesus this morning to the young people. Vanmorgen heb ik over Jezus gepreekt voor de jongeren. All of you were very polite as I preached. En jullie waren allemaal heel beleefd toen ik predikte. But let's face it, some of you didn't really care. Maar laten we eerlijk zijn, sommige van jullie die gaven er niet zoveel om. And you still don't care. En je geeft er nog steeds niet zoveel om. If I'm describing you, you should be very afraid. En als ik nou jou beschrijf, dan behoor je daar bezorgd om te zijn. And you should cry out to God, God, give these blind eyes sight. En dan is het nodig dat je tot de Heere God bidt en dat je bidt, Heere, wilt u alstublieft mij genezen van mijn blindheid? Open up my ears that I can hear. En Heere, open mijn oren dat ik kan horen. Change my heart. En Heere, verander mijn hart. It's so cold. Want het is zo koud. Let's go on. They're also called spiritual blessings because the only way you can truly know them
and truly understand them is through the Spirit of God. Het zijn ook geestelijke zegeningen, omdat de enige wijze waarop je ze kan kennen en ze kan begrijpen door de Geest van God is. Now, what are these spiritual blessings? Wat zijn deze geestelijke zegeningen? Paul is going to mention some of them in this chapter. En Paulus noemt enkele daarvan in dit hoofdstuk. But this list is not exhaustive. Maar deze lijst is natuurlijk niet volledig. It's just some of the greatest blessings that we have received in Christ. Hij noemt slechts enkele van de grootste zegeningen die ons deel zijn in Christus. In verse 4. In vers 4. The blessing is this. Daar is de zegen deze. God has chosen us to be holy and blameless before him. God heeft ons uitverkoren opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. In verse 5 we find another blessing. In vers 5 een andere zegen. God has predestined that we be adopted as his own children. God heeft ons voorbestemd om als zijn eigen kinderen aangenomen te worden. In verse 7. In vers 7. God has redeemed us through the blood of his own son. God heeft ons verlost door het bloed van zijn eigen zoon. He has granted us forgiveness. Hij heeft ons vergeving geschonken. Now think about that. En denk daarover na. This is amazing. Het is heel wonderlijk. You know, a very wicked woman came to Jesus one day. Een hele slechte vrouw die kwam een keer op een dag tot Jezus. And she made his feet wet with her tears. En ze maakte zijn voeten nat met haar tranen. And she dried his feet with her hair. En ze droogde zijn voeten met haar haren. And Jesus said she loved much because she's been forgiven much. En Jezus zei over deze vrouw, ze heeft veel lief omdat haar veel is vergeven. I wish that I had never been the terrible sinner that I was before I came to know Christ. Nou, ik zou wensen dat ik nooit die vreselijke zondaar zou zijn geweest die ik was voordat ik tot Christus kwam. I'm so ashamed of what I was and the things that I did. Ik schaam me enorm voor wie ik was en voor de dingen die ik heb gedaan. But in another way I'm almost glad. Maar in een ander opzicht ben ik bijna blij. Because I know that I deserve hell. Want ik weet dat ik de hel verdien. And when I hear that all my sins are gone. En als ik dan hoor dat al mijn zonden weg zijn. To me that's absolutely amazing. Dat is voor mij heel wonderlijk. I don't need riches. Ik heb geen rijkdom nodig. I don't need comfort. En ik heb niet luxe nodig. If he were to throw me in a prison and I were to suffer all the days of my life. En als ik in de gevangenis zou worden geworpen en ik zou de rest van mijn leven moeten lijden. I would still have to raise my hands and praise him with every breath. Zou ik nog steeds mijn handen omhoog heffen en hem prijzen en aanbidden met al mijn adem. All these people wanting so many things from God. En al deze mensen die allerlei dingen van God willen. I'm just happy I'm not going to hell. Ik ben gewoon blij dat ik niet naar de hel zal gaan. I'm happy that all my sins are forgiven. En ik ben blij omdat al mijn zonden mij zijn vergeven. That all by itself is enough to drive us to be servants of Christ. En dat alleen al is genoeg om ons aan te sporen om echt dienstknechten van Jezus Christus te zijn. Do you realize that just one of your sins is enough to condemn you to hell for all eternity? Besef je vanavond dat slechts één van je zonden genoeg is om je voor eeuwig te veroordelen tot de hel? And yet God in Christ has forgiven all your sins. En dat toch God in Christus Jezus al je zonden je heeft kwijtgescholden. And that you're free from condemnation. En dat er geen veroordeling voor je is. Sometimes do you just lie awake in bed at night and you can't sleep because all you can think about is I'm actually forgiven and all my sins are gone. Dan lig je wel eens 's nachts wakker en dat je niet kan slapen omdat je erover nadenkt. Al mijn zonden zijn mij vergeven en die zijn allemaal weggedaan. Isn't it wonderful just to lay there and think about that? Is het niet heerlijk om gewoon in je bed te liggen en daarover na te denken? Or maybe you have to be as wicked as I was to appreciate things like that. Of misschien moet je
moet je eerst zo slecht zijn als ik ben geweest om dit te waarderen? Ik weet het niet. So one of the blessings is that we're redeemed and all our sins are gone. Dus een van de zegeningen is dat we verlost zijn en dat al onze zonden weg zijn. Another thing that he says is he's made known to us what he's doing in the world. En iets anders is dat de Heere God of dat er staat dat hij ons bekend maakt wat hij aan het doen is in de wereld. I just love it when I'm with a group of people, maybe in the university, and they're all discussing what's going on in the world. Ik hou ervan om ergens bijvoorbeeld op de universiteit te zijn en de studenten te horen praten over wat er gaande is in de wereld. And they're in this great intellectual discussion. En er is een geweldige hoogstaande intellectuele discussie. And they say, does anybody know what's going on? En dan zeggen ze, is er iemand die weet wat er gaande is? And I go like this. En dan zeg ik, I do. Ja, ik. Do you got 5 minutes? Let me tell you what's going on. Als je 5 minuten hebt, dan zal ik je vertellen wat er gaande is in de wereld. God is restoring all things in the universe and bringing them under one head, and his name is Jesus Christ. De Heere God is bezig om alles in het hele universum te herstellen. En alles te brengen onder één hoofd. En zijn naam is Jezus Christus. God has made known to us the great realities of the universe and of eternity. God heeft ons bekendgemaakt de werkelijkheden ten aanzien van het universum en ten aanzien van de eeuwigheid. He's given us his word to examine these things. En hij heeft ons zijn woord gegeven om die te onderzoeken. And you want to watch YouTube? En jij wil je tijd besteden aan het kijken naar filmpjes op YouTube? You want to watch TV? Je wilt televisie kijken? When he has revealed to you some of the greatest mysteries that have ever been within his design? Terwijl de Heere God aan ons heeft geopenbaard een van de mysterieën die hij nu bekend maakt van hoe hij alles heeft bedacht en ontworpen en wat hij van plan is. Another of the great blessings that God has given us is that he's given us himself. En een van de andere zegeningen die God ons heeft gegeven is dat hij ons zichzelf geeft. He has sealed us with the Holy Spirit. Hij heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. He's given us the Holy Spirit as a pledge of our eternal inheritance. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven als een onderpand van onze eeuwige erfenis. You see, the more you study these things, en hoe meer je deze zaken bestudeert, the more you study what they're really all about, en hoe meer je zicht krijgt op wat die dingen allemaal inhouden, the more your love for God and your zeal to serve him will increase. Hoe meer je liefde voor de Heere God en je ijver om hem te willen dienen zullen toenemen. Let's go on. Laten we verder kijken. In verse 3 he says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Gezegend zij de God en Vader, vers 3 van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Now what does he mean, heavenly places? Wat bedoelt Paulus met de hemelse gewesten? Because that's where he's blessed us. Want daar zijn wij gezegend. In the heavenly places. In de hemelse plaatsen of gewesten. This phrase is used 5 times in the New Testament and always in the book of Ephesians. En deze uitdrukking wordt 5 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en alle 5 keren in het boek Efeze. In verse 3 he has blessed us in the heavenly places. Vers 3 staat, hij heeft ons gezegend in de hemelse gewesten. Look in verse 20. Vers 20. It says, he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Het gaat over de macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. So God has blessed us in the heavenly places. Dus God heeft ons gezegend in de hemelse gewesten. He's raised Christ up to his right hand in the heavenly places. Hij heeft Christus opgewekt en geplaatst aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. In chapter 2 verse 6. In hoofdstuk 2 vers 6. God has raised the believer up with Christ in heavenly places. God heeft de gelovige met Christus opgewekt en opgewekt en gezet in de hemelse gewesten in Christus. In chapter 3 verse 10. Hoofdstuk 3 vers 10. Says God has made known his manifold wisdom to the rulers and authorities in the heavenly places. Er staat dat de Heere God aan de overheden en de machten de veelvuldige wijsheid van God bekend heeft gemaakt in de hemelse gewesten. And in chapter 6 verse 12 we are told that we wrestle with spiritual forces of wickedness
in the heavenly places. En in hoofdstuk 6 vers 12 daar staat dat wij strijden tegen overheden en machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, dus machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Now if it wasn't for this last verse, we would probably think that heavenly places refers to heaven itself. Nou, als we dat laatste vers buiten beschouwing zouden laten, dan zouden we waarschijnlijk denken dat hemelse gewesten dat betekent de hemel zelf. That God has blessed us in the very heavens where he dwells. Dat God ons zegent in de hemel zelf waar hij woont. That we have great treasure in heaven. En dat wij grote schat hebben in de hemel. But I don't think that's what it means. Maar ik geloof niet dat dat is wat het betekent. Because these powers of wickedness are not in heaven with God. Want deze machten van de duisternis en van het kwaad zijn niet in de hemel bij God. So what does it mean that he has blessed us with spiritual blessings in heavenly places? Dus wat betekent het dan wel dat hij ons gezegend heeft met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten? The heavenly places refers to the realm of the spiritual. De hemelse gewesten, dat heeft betrekking op het domein van het geestelijke. That there is more to reality than what you and I can see and touch. Dat wil dus zeggen dat er meer werkelijkheid is dan datgene dat wij kunnen zien en aanraken. There is a heavenly realm. Er is een hemelse domein. A spiritual realm. Een geestelijk domein. And it is there that you and I are blessed. En daar is het dat jij en ik worden gezegend. Now I want us to look at this. Ik wil dat we daar wat naar kijken. Do you remember when Elisha was being surrounded by an enemy and his servant said, "The enemy, the army is around us." Weet je nog dat Elisa, dat hij werd omsingeld door een vijandig leger en dat de dienstknecht van Elisa zei: kijk, de vijand is om ons heen gelegerd. But the prophets had great peace. Maar de profeet die bleef heel kalm. And this is what he said. En dit is wat hij zei. There is more with us than with them. Zij die met ons zijn meer dan zij. And he prayed that God would open up the eyes of his servant to see the spiritual realities around him. En hij bad dat zijn dienstknecht de ogen zouden opengaan, zodat hij zou kunnen zien de geestelijke werkelijkheid die om hen heen was. And God opened up the eyes of the servant. En God opende de ogen van de dienstknecht. And he saw that although they were surrounded by a physical army. En toen zag hij dat ook al waren ze omsingeld door een fysiek leger, that army was surrounded by a spiritual army. Dat leger omsingeld werd door een geestelijk leger. We understand also that there is such a thing called angels. En wij weten ook vanuit de Bijbel dat er zoiets is als engelen. And they're even sent forth to minister on our behalf. En dat die gezonden worden om ons te dienen. But we don't see them. Maar we zien ze niet. They're in a spiritual realm. Zij leven in een geestelijke wereld. A spiritual reality. In een geestelijke werkelijkheid. Now I want you to think for a moment about the blessings that we've already studied. Nou, ik wil dat je even nadenkt over die zegeningen die we al hebben bestudeerd. Let's just take a few of them. Als we er een paar uitnemen. The Bible says that you and I have been adopted. And we are sons and daughters of God. De Bijbel zegt hier dat jij en ik dat we zijn geadopteerd, zijn aangenomen en dat we nu zonen en dochters van God zijn. When you go to the store to buy groceries and you walk in, does everyone turn around and go, "Wow, a son of God"? Nou, als jij de winkel binnenloopt, de supermarkt binnenloopt en je doet gewoon je boodschappen, kijken mensen dan naar jou en die zeggen, "Wow, dat is een zoon of dochter van God"? Many times they just see a normal person. Vele keren zien ze slechts een gewoon mens. When you look in the mirror, als je in de spiegel kijkt, do you sit there and go, "Wow, I'm looking at a child of God"? Kijk je dan in de spiegel en zeg je, "Wow, ik kijk naar een kind van God"? I'm holy and blameless before him. Ik ben heilig en smetteloos voor hem. We don't look at things that way. Nou, zo kijken wij er niet naar. And that may be one of our greatest problems. En het zou kunnen dat een van onze grootste problemen is. You're looking at only what you can see. Je kijkt alleen maar naar datgene dat je kan zien. Only what you can touch. En wat je kan aanraken. Only what you can hear. En wat je kan horen. And that's how you live your life. En zo leid je leven. Instead of living your life in light of what God says about the spiritual reality. In plaats van dat je leven leidt in het licht van wat God heeft gezegd over die geestelijke werkelijkheid.
You are constantly hearing wrong voices. Je hoort voortdurend verkeerde stemmen. Your own heart says wrong things. En je eigen hart zegt verkeerde dingen. Your own brain says wrong things. En in je eigen hersenen gaan verkeerde dingen om. The people around you tell you wrong things. En de mensen om je heen die zeggen je verkeerde dingen. And the devil tells you wrong things. En de duivel zegt je verkeerde dingen. And they create a reality about you that's not true. En die creëren allemaal een werkelijkheid over jouzelf die niet waar is. And that is why you must be constantly renewing your mind. En daarom is het zo belangrijk dat je vernieuwd wordt in de vernieuwing van je denken. You must be constantly hearing what God says about you. Je moet voortdurend horen wat God over je zegt. And you must believe him and walk in faith. En je moet hem geloven en wandelen in geloof. Let me give you an example of how this works. Nou, ik zal je een voorbeeld geven van hoe dit werkt. Let's say a temptation comes to me. Bijvoorbeeld een verleiding komt op je af. Now, how would you address that? Nou, hoe ga je daarmee om? What would you do? Wat zou je doen? I know a lot of people who say this. Ik weet heel veel mensen die zeggen dit. I know that temptation would bring me pleasure. Ik weet dat die verleiding mij genot zal brengen. If I give in to it, it'll give me pleasure. Als ik daaraan toegeef, dan zal het mij dat genot geven. Because it's really drawing me. En het trekt me heel sterk aan. But I've got to resist it. Maar ik moet dat weerstaan. And all the pleasure that it would give me. En al het genot dat het mij zal geven. When I see that temptation coming, maar als ik die verleiding op me af zie komen, I think this way. Dan denk ik als volgt. I'm a child of God. Ik ben een kind van God. I'm a new creature. Ik ben een nieuwe schepping. My flesh could be tempted to move toward that. Mijn vlees kan verleid worden om in die richting te gaan. But the moment I take one bite, maar op het moment dat ik toehap, it will be horrible. Zal het vreselijk zijn. It will not bring me pleasure. Het zal me geen genot geven. It'll eat me alive like acid. Maar het zal me aantasten als zoutzuur. Because I am a new creature. Want ik ben een nieuwe schepping. I've been recreated. En ik ben herschapen. My heart desires righteousness. En mijn hart verlangt naar gerechtigheid. I am not going to stoop to that. Ik ga me daar niet aan overgeven. Because it has nothing for me. Want het heeft helemaal niets te bieden. You wake up one morning and you're all sad and depressed. Je staat op een ochtend op en je voelt je heel droevig en neerslachtig. Everything seems to be going wrong. En het lijkt alsof alles verkeerd gaat. But that's not your reality. Maar dat is niet de werkelijkheid. You're looking only at what you can see and feel. Je kijkt alleen maar naar wat je kan zien en voelen. You need to know what God says. Het is belangrijk dat je weet wat God zegt. That he is with you. Dat hij met je is. That he will be your helper. Dat hij je zal helpen. That he is there to supply your need. Dat hij aanwezig is om te voorzien in je noden. And that even if you must rot in prison for the rest of your life, you have eternal life. En dat ook al moet je de rest van je leven wegteren in een gevangenis, dat je eeuwig leven hebt. Secular people like to say this. Wereldse mensen die zeggen dit vaak. They say you're so heavenly minded, you're no earthly good. Dan zeggen ze je bent zo hemelsgezind dat je niet van nut bent voor de aarde. But that's not true. Maar dat is niet waar. This is what I would say to Christians. En dit is wat ik tegen christenen wil zeggen. You are so earthly minded that you're no heavenly good. Je bent zo aardsgezind dat je van weinig nut bent voor de hemel. We need to realize what we are. We moeten ons realiseren wat we zijn. We need to realize what God has done for us. En wat God voor ons heeft gedaan. And we need to walk in it by faith. En daarin wandelen in geloof. But from where does faith come? En waar komt dat geloof dan vandaan? It comes from constantly renewing your mind in the word of God. Het komt van het voortdurend vernieuwd worden van ons denken door het woord van God. Let me go back to what I said last night. Laat mij herhalen wat ik gisteravond heb gezegd. Most people are awake about 16 hours a day. Meeste mensen die zijn 16 uur per dag wakker. And you live in a fallen world. En je leeft in een gevallen wereld. That's full of media. Vol van de media. And it's constantly telling you everything that's untrue. En die media die vertellen je voortdurend onwaarheden.
Do you think you can fight against that by spending 5 minutes every week in the Word of God? Denk je dat je dat kan overwinnen door elke week 5 minuten in het Woord van God te verblijven? In 1 John, why were the young men strong? In 1 Johannes, waarom waren de jonge mannen daar sterk? It's because the Word of God was in them. Omdat het Woord van God in hen woonde. In the book of Daniel, who does it tell us will do strong and great deeds? In het boek Daniel, wie wordt daar gezegd zullen sterke en moedige daden doen? It's those who know their God. Dat zijn zij die hun God kennen. Now I want us to look at one other thing about verse 3. En nog één ding uit vers 3. The root of the word blessed is used 3 times here. De wortel van het woord gezegend wordt 3 keer in dit vers gebruikt. He says, blessed be God. Gezegend zij God. He says, who has blessed us. Die ons gezegend heeft. With spiritual blessings. Met geestelijke zegen. Now, when Paul says, blessed be God, what does he mean? Als Paulus hier zegt, gezegend zij God, wat bedoelt hij dan? He's not just saying that God is blessed. Hij zegt niet alleen maar dat God gezegend is. He's not just saying that God is worthy of praise. Hij zegt niet alleen maar dat de Heer waardig is onze lofprijs. But Paul is actually praising God. Maar Paulus prijst God. You see, this is what's happened to Paul while he's writing this letter. Dit is wat er met Paulus gebeurt terwijl hij zijn brief aan het schrijven is. He is thinking about all these things that God has done for him in Christ. Hij denkt na over alles wat God voor hem in Christus heeft gedaan. And he literally explodes with worship. En hij barst uit in lofprijzing. Oh, can you not see this? En kan je dat niet zien? If after this meeting someone walked up to you. Als na deze samenkomst iemand naar je toe zou lopen. And said, you know, I've decided to give you $10 million. En iemand zou tegen je zeggen, weet je, ik heb besloten om je $10 million te geven. Here it is. Hier is het. How would you respond? Hoe zou je reageren? Would you go like this? Zou je dan zo reageren? You would probably run out of this building screaming like a wild man. Je zou waarschijnlijk hier vandaan lopen en schreeuwen als een idioot. And even though you're reformed, we'd probably find you somewhere dancing in a field. En ook al ben je reformatorisch, we zullen je waarschijnlijk ergens in een weiland zien staan dansen. But what I'm telling you is worth more than $10 million. Maar wat ik je vanavond zeg is meer waard dan $10 million. I mean, it really changes everything when you start believing this stuff. Als je dit begint te geloven, dan verandert echt alles. You see, here's the way it works. Zo werkt het. If your heart is truly regenerated by the Holy Spirit. Als je hart echt vernieuwd is door de Heilige Geest. Then the more you know about what God has done for you, the more it will break forth in worship. Dan zal het zo werken dat hoe meer je gaat begrijpen van wat God voor je heeft gedaan, hoe meer dat zal uitmonden in aanbidding. The more you know about the beauty and the goodness of God, the more it will break forth in worship. Hoe meer je weet over de schoonheid en de goedheid van God, hoe meer dat zal uitmonden in aanbidding. That's why the prophet says, my people is destroyed for a lack of knowledge. En daarom zegt de profeet, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. You know, I'm known for preaching really hard against sin. Nou, ik sta erom bekend dat ik heel hard tegen de zonde predik. And I do. En dat is waar. Because a lot of times I'm preaching to religious people who think they're saved, but they're not. Want het is heel vaak zo dat ik preek tot religieuze mensen die denken dat ze behouden zijn, maar die dat niet zijn. But when I'm with a group of true believers. Maar als ik in een groep ben van ware gelovigen. Do you know what I primarily preach on? Weet je waar ik hoofdzakelijk over preek? The love of God. Over de liefde van God. Do you want to know why? Weet je waarom? If a person's heart is really regenerated, als iemands hart echt opnieuw geboren is, the more they learn about the love of God for them, the more they will love God.
hoe meer ze begrijpen van de liefde van God voor hen, hoe meer ze God zullen liefhebben. And the more they learn about everything God has done for them in Christ, the more devoted they will be to Christ. En hoe meer ze begrijpen van alles wat Christus voor hen heeft gedaan, hoe meer toegewijd ze zullen zijn aan Christus. Their life will break forth in worship. En hun leven zal uitmonden in aanbidding. But never forget that worship is not just singing. En vergeet nooit dat aanbidding niet alleen maar het zingen van liederen is. According to Romans chapter 12, verse 1 and 2, it is offering your life to Christ as a living sacrifice. Maar overeenkomstig Romeinen 12, vers 1 en 2 betekent het dat je je lichaam offert, dat je je lichaam geeft aan de Heere God. Let's look for just a moment at Paul's use of transition in the book of Ephesians and the book of Romans. Laten we kijken naar hoe in het boek Efeze en Romeinen Paulus gebruik maakt van overgang. In the first three chapters of Ephesians, Paul labors to tell us everything God has done for us in Christ. In de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief doet Paulus zijn uiterste best om ons duidelijk te maken wat God voor ons heeft gedaan in Christus. And then starting with chapter 4, he says basically, because God has done these things, you now should live this way. En in hoofdstuk 4, vers 1 begint Paulus eigenlijk op deze manier. Omdat God dit voor ons heeft gedaan in Christus, daarom behoren wij zo te leven. In the first 11 chapters of the book of Romans. In de eerste 11 hoofdstukken van het boek Romeinen. Paul tells us everything God has done for us in Christ. Vertelt Paulus ons alles wat God voor ons heeft gedaan in Christus. And then when he gets to chapter 12, verse 1. En als hij dan aankomt bij hoofdstuk 12, vers 1. He says, because of God's mercy toward you, live this way. Dan zegt hij, vanwege die barmhartigheden van God voor jou, leef dan op deze manier. Offer your life as a living sacrifice. Offer je leven als een levend offer. And this is what I mean by being a prisoner. En dit is wat ik bedoel met een gevangene zijn. I knew this young man who was really popular at the university. Ik kende een jonge man die erg populair was op de universiteit. I mean, he was like the big guy on campus. Hij was de big guy op school. Yeah, we know that word. All right. And but one day he became a Christian. En toen werd hij Christen. And he would stand out on the campus with Bible tracts, handing them out and telling people, believe in Jesus. En toen stond hij daar op de universiteit en hij deelde tractaten uit. Hij wilde het evangelie delen met zijn medestudenten. He went from being the big guy on campus to the lunatic on campus. En hij veranderde van de grote held daar op de campus tot een beetje de dorpsgek op de campus. And his friends came to him one day. En zijn vrienden kwamen naar hem toe. And they said, "What are you doing?" En ze zeiden, wat ben je aan het doen? You're ruining your life. Je vernietigt je leven. Everyone thinks you've lost your mind. Iedereen denkt dat je je verstand hebt verloren. And this is what the guy said. En dit is wat die jongen zei. He said, "Do you believe that Jesus Christ died for sinners?" En hij zei, geloven jullie dat Jezus Christus voor zondaren is gestorven? And they said, yeah, of course we do. En ze zeiden, ja, dat weten wij. Ja, tuurlijk weten we dat. He said, am I right in saying that Jesus died for me? En hij zei tegen hen, klopt het als ik zeg dat Jezus voor mij is gestorven? And they said, of course. En toen zeiden ze, ja, natuurlijk. And then he said this. En toen zei hij dit. Then what else can I do? Wat kan ik dan nog, wat anders kan ik doen dan? If he really died for me, then I need to give my life to him. Als hij werkelijk voor mij is gestorven, dan moet ik mijn leven aan hem geven. The fact that he died for me now makes me a prisoner. Het feit dat hij voor mij is gestorven maakt van mij nu een gevangene. His love imprisons me. Zijn liefde bindt mij. I must serve him.
Ik moet hem dienen. I must give my life to him. Ik moet mijn leven aan hem geven. But that's the way all of us should be. Maar dat is de wijze waarop wij allemaal behoren te zijn. We should be controlled by what Jesus has done for us. Wij behoren beheerst te worden. Wij behoren in beslag genomen te worden door datgene wat Christus voor ons heeft gedaan. You know, there's a book about Jonathan Edwards. Er is een boek geschreven over Jonathan Edwards. The famous American theologian. Een hele beroemde Amerikaanse theoloog. And it's called Marriage to a Difficult Man. En het boek dat heet Getrouwd met een moeilijke man. It's about how difficult it was for his wife to be married to him. En het gaat erover hoe moeilijk het was voor zijn vrouw om met hem getrouwd te zijn. Because he was just always thinking about the things of God and he was kind of scatterbrained. Want hij dacht altijd na over de dingen van de Heere God. Hij was een beetje scatterbrained. He was always just, he wasn't very practical. He was just always thinking about the things of God. Hij was niet heel erg handig in klusjes. Hij dacht altijd na over de dingen van God. And I don't know why, but my wife puts that book on every piece of furniture in every bed of our house. En ik weet niet hoe het komt, maar mijn vrouw legt dat boek overal in huis neer. And after 20 years, I think she's trying to tell me something. En na 20 jaar heb ik het vermoeden dat ze mij iets probeert duidelijk te maken. So why does she stay with me? Dus waarom blijft ze bij me? Why does she put up with such a crazy person? Waarom houdt ze het vol met zo'n raar iemand? Is it because, you know, she just has outstanding discipline? Is dat omdat zij zo bijzonder zelfbeheerst is? No. Nee. It's because she's a prisoner. Dat is omdat ze een gevangene is. It's because of Christ. Het is vanwege Christus. You see, Christ is the reason why we do everything. Christus is de reden dat we doen wat we doen. If you do it for some other reason, it's idolatry. Als je het doet om een andere reden, dan is het afgoderij. I'm going to teach you about a Christocentric life. Ik spreek je vanavond over een Christocentrisch leven. Why do you tell the truth? Waarom vertel je de waarheid? Why should you? Waarom zou je? Because Jesus died for you. Omdat Jezus voor je is gestorven. Why should you be faithful to your wife? Waarom zou je trouw zijn aan je vrouw? Jesus died for you. Omdat Jezus voor je is gestorven. Why should you be generous? Waarom zou je vriendelijk zijn? Because Jesus died for you. Omdat Jezus voor je is gestorven. Why do you not live for this world? Waarom leef je niet voor deze wereld? Because Jesus died for you. Omdat Jezus voor je is gestorven. Do you see that? Zie je dat? Now that's a Christocentric life. Dat is een Christocentrisch leven. If my wife was only nice to me because I deserved it. Als mijn vrouw alleen maar vriendelijk voor mij zou zijn omdat ik dat verdien. Then sometimes she would be nice to me. Dan zouden er tijden zijn dat ze vriendelijk zou zijn voor mij. And sometimes she would not be nice at all. Maar op sommige momenten zou ze niet zo vriendelijk zijn. Because I don't deserve someone being nice to me all the time. Want ik verdien niet de hele tijd dat iemand vriendelijk voor mij is. But if she's doing it because of Christ. Maar als zij dat doet vanwege Christus. Then her life will be stable. Dan zal haar leven standvastig zijn. Her love and her dedication to her husband will be stable. Dan zullen haar liefde en haar toewijding aan haar man standvastig zijn. Because Christ never gives her a reason not to obey. Omdat Christus haar nooit een reden geeft om hem niet gehoorzaam te zijn. He's perfect in everything. Omdat hij volmaakt is in alles. Now I want to look at just a few other things quickly. Ik wil nog een paar dingen met jullie bekijken. Let's look at verse 4. Als we kijken naar vers 4. It says, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. Daar staat dat hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Now, I'm speaking to a group of people, many of whom are from the Dutch Reformed faith. Nou, ik spreek vanavond tot een groep mensen waarvan velen zijn van het... gereformeerde geloof. And
You have three of the greatest confessions that were ever written. En jullie hebben drie van de grootste belijdenisgeschriften die ooit zijn geschreven. The Belkic, the Dort, the Heidelberg. De Heidelbergse en de Dortse. All these lay out for us the doctrine of election. En die spreken ook van de leerstelling van de uitverkiezing. And they're beautiful expressions of the Christian faith. En dat zijn prachtige uitdrukkingen van het christelijk geloof. If you are a Christian here tonight, en als je een christen bent hier vanavond. Yes, it is because you repented and you believed. Ja, dat is vanwege het feit dat je je hebt bekeerd en bent gaan geloven. But it's also because you were chosen before the very foundation of the world. Maar dat is ook omdat je bent uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. I like what one old theologian used to say. Ik hou ervan wat een oude theoloog hierover heeft gezegd. When you're standing on the outside and you're looking at the door of heaven. Als je aan de buitenkant staat en je kijkt naar de hemelpoort. The banner over the door says this. Dan is wat er boven de poort staat dit. Come unto me all who are weary and heavy laden and I will give you rest. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. And so the sinner looks at that and says, I'm weary and heavy laden. Dus de zondaar die kijkt daarnaar en die zegt, ik ben vermoeid en belast. And that sinner repents and believes. En die zondaar die bekeert zich en hij gelooft. But when he passes through that door, maar als hij die poort is binnengegaan, and he looks back, en dan kijkt hij terug naar die poort, there's another sign on the inside. En dan aan de binnenkant van de poort staat iets anders boven de poort. And it says this, en daar staat dit. Chosen from before the foundation of the world. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. And that is a beautiful truth. En dit is een prachtige waarheid. It allows me to know certain things that are very important. En het stelt mij in staat om sommige dingen te begrijpen die heel belangrijk zijn. First of all, my salvation depends upon God. In de eerste plaats, mijn behoudenis hangt af van God. It was his decision. Het was zijn beslissing. It was his plan. En het was zijn plan. It's 100% him. Het is 100% hem. If it was 99% him and 1% me, I would have no chance whatsoever of being saved. Als het 99% God was en 1% mijzelf, dan zou ik geen enkele kans maken. So God saves men according to his sovereign will. Dus God redt mensen overeenkomstig zijn soevereine wil. What I want to look at right now is the purpose of his election. Maar waar ik vanavond vooral naar wil kijken is het doel van zijn uitverkiezing. What is one of the reasons for which he chose you? Wat is een van de redenen waarvoor hij jou heeft uitverkoren? It says just as he chose us in him before the foundation of the world that we would be holy and blameless before him in love. Er staat hier dat hij ons voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren heeft opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Now let's look at this. Nou, laten we daar naar kijken. First, I want to look at two phrases. Twee uitdrukkingen. He chose us. Hij heeft ons uitverkoren. And then the second phrase, in him. In hem. Now this is very important. Dit is heel belangrijk. Most theologians and commentator writers take it to mean this. De meeste theologen en commentatoren die schrijven als volgt hierover. He chose us before the foundation of the world. Hij heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. But with a view to the person and work of Christ. Maar met de persoon en het werk van Christus op het oog. Now what does this mean? Wat betekent dat? It means that God is perfect in all his attributes is what it means. Het betekent dat God volmaakt is in al zijn eigenschappen. In his sovereignty God chose us. In zijn soevereiniteit heeft God ons uitverkoren. But God is not just sovereign. Maar God is niet alleen maar soeverein. He's also righteous. Hij is ook rechtvaardig. The people that he chose were wicked. De mensen die hij heeft uitverkoren waren slecht. They were sinners. Waren zondaren. They deserved his condemnation. En zij verdienden zijn oordeel. So since God is not just sovereign but also righteous. En omdat de Heere God niet alleen maar soeverein is, maar ook rechtvaardig. He cannot just choose us and say, okay, I forgive you, all your sins are gone. Dan kan hij niet gewoon zijn mensen uitkiezen en zeggen, okay, ik vergeef jullie al jullie zonden. His justice against us must be satisfied.
En zijn gerechtigheid die ons bedreigt, zijn toorn moet gestild worden. The crimes that we have committed must be paid for. En de overtredingen die we hebben begaan, daar moet een prijs voor betaald worden. And although he chose us before the foundation of the world. En ook al heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. He did this with a plan. Dit heeft hij gedaan met een plan. That one day he would send his son. Dat op een dag hij zijn zoon zou zenden. And his son would live a perfect life. En zijn zoon zou een volmaakt leven leiden. And his son would go to the cross. En zijn zoon zou naar het kruis gaan. And his son would bear the sins of this people. En zijn zoon zou de zonden van dit volk dragen. And the son would be crushed under the wrath of God in their place. En de zoon zou verpletterd worden onder de toorn van God in hun plaats. And in dying he would provide redemption for this people that God has chosen. En in het sterven zou hij de verlossing bewerkstelligen voor het volk dat hij heeft uitgekozen. The wisdom and the brilliance of God can be seen in this. Hierin zien we de wijsheid en hoe briljant de wijsheid van God en hoe briljant hij is. Not only did he choose us before the world was even created. Niet alleen heeft hij ons uitverkoren voordat de wereld werd geschapen, but he contrived a plan in order to pay for our sins. Maar hij heeft een plan bedacht opdat er betaald zou worden voor onze zonden. And it is through the cross of Christ that we have the greatest revelation of the person and plan of God. En het is door het kruis van Christus dat we de grootste openbaring hebben van het volmaakte plan van God. Now why did he choose us? And why did he send Christ to die for us? Waarom heeft hij ons uitverkoren en waarom heeft hij Christus gezonden om voor ons te sterven? That we would be holy and blameless before him. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Just hang on for a few minutes, we're going to close. Nou, we gaan bijna afsluiten. What is one of God's greatest purposes in your life? Wat is een van Gods grootste doelen in jouw leven? He's using you as an example of his great power. Hij gebruikt jou als een etalage, als een voorbeeld van zijn grote kracht. You were born a fallen creature, hating God. Je werd geboren als een gevallen schepsel die God niet moest. And hostile to his commandments. Vijandig ten opzichte van zijn geboden. But for the, before the foundation of the world, he chose you. Maar voor de grondlegging der wereld heeft hij jou uitverkoren. Before the foundation of the world, he planned to send his son. Voor de grondlegging der wereld heeft hij het plan gemaakt om zijn zoon te zenden. To pay for your crimes. Om te betalen voor je overtredingen. 2000 years ago in the fullness of time he sent his son. En 2000 jaar geleden in de volheid des tijds heeft hij zijn zoon gezonden. And he accomplished redemption. En hij heeft de verlossing volbracht. And then one day he spoke into your life. En op een bepaalde dag heeft hij tot jou gesproken. You were hearing the gospel message just like everyone else. Je hoorde het evangeliewoord net als veel andere mensen. But something happened to you. Maar met jou gebeurde er iets. All of a sudden it's like God unplugged your ears. Van het ene op het andere moment was het alsof de Heere God je oren heeft geopend. And you could hear. En je kon horen. It's like he gave you sight and all of a sudden you could see Christ like never before. Het is alsof je ogen werkelijk open gingen en dat je in één keer Christus kon zien als nooit tevoren. And he regenerated your heart. En hij heeft je hart opnieuw geboren doen worden. So that you loved what you saw when you looked at Christ. Zodat je lief had wat je zag toen je keek naar Christus. And you repented and believed. En je bekeerde je en je geloofde. And at that moment, what happened? En wat gebeurde er op dat moment? You became the righteousness of God in Christ. Werd jij de gerechtigheid van God in Christus? You were not only pardoned. Je werd niet alleen vergeven, but you were clothed in the righteousness of Jesus's life. Maar je werd bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. And that's your position. En dat is je positie. But it doesn't end there. En daar eindigt het niet. Don't walk around saying, I know I'm a filthy sinner, but my position in Christ is one of holiness and blamelessness.
Nou, je moet niet gaan rondlopen met de gedachte van ik weet dat ik een vreselijke vuile zondaar ben, maar mijn positie in Christus is heilig en smetteloos. Because the evidence that you are the righteousness of God in Christ through faith. Want het bewijs dat je de gerechtigheid van God bent in Christus door geloof. Is that God is working in your life right now to make you holy and blameless. Is dat de Heere God werkt in je leven hier en nu om je heilig en smetteloos te maken. Is he doing that? Nou, doet hij dat in jou? Young person, listen to me. Dus jongelui, luister naar me. You're surrounded by sin. Je wordt omgeven door zonde. You're influenced by a sinful culture. Je wordt beïnvloed door een zondige cultuur. Does it bother your heart? Maar zit je daarmee? Does the Holy Spirit convict you? Een overtuigde Heilige Geest je? Are you growing in holiness? Groei je in heiligheid? Or are you becoming more and more like the world? Of word je steeds meer zoals de wereld? Are you growing in blamelessness? En groei jij in smetteloosheid? Or are you becoming more dirty every day? Of word je steeds viezer elke dag? Are you becoming more and more innocent? Word je steeds meer onschuldig? Or are you becoming more and more wise with regard to the iniquity in this world? Of word je steeds listiger en wijzer ten aanzien van de ongerechtigheid die er is in deze wereld? The evidence that God has justified you by faith. En het bewijs dat God je rechtvaardig heeft, dat je gerechtvaardigd bent door geloof. And the evidence that God will one day glorify you in heaven. En het bewijs dat er een dag zal komen dat de Heere God je zal verheerlijken in de hemel. Is that God is now working in your life to make you holy and blameless. Is dat God nu werkt in je leven om je heilig en smetteloos te maken? Are you growing in holiness? Dus groei je in heiligheid? Now I want to be careful here. Nou, ik wil wel voorzichtig zijn. Christian growth isn't like a rocket going up into space. De christelijke groei is niet als een raket die in één keer de ruimte inschiet. And it's not like going up a hill this way. En het is niet een berg omhoog gaan zo in een rechte lijn. Growth in holiness looks like this. Maar groei in heiligheid gaat als volgt. Sometimes it's 3 steps forward and 2 steps back. Soms is het 3 stappen vooruit en 2 stappen achteruit. Sometimes you can stumble and fall. Soms kan je struikelen en vallen. But over the full course of your life you will be going up. Maar over de gehele linie van je leven ga je wel omhoog en kom je verder. Growing in holiness. Groei in heiligheid. Listen, we are commanded to be holy. Wij worden geboden om heilig te zijn. God says in the law and again in 1 Peter, I am holy, therefore be holy. De Heer God zegt in de wet en ook in 1 Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. He tells us to strive to be holy. En hij zegt ons om te streven naar heiligheid. Let me ask you a question. Dus laat me je deze vraag stellen. What if I told you I was training for the Olympics? Wat als ik je zou vertellen dat ik me aan het voorbereiden ben op de Olympische Spelen? Olympic powerlifting. Olympische Spelen gewicht heffen. You'd say, well, you don't look like a powerlifter. Dan zou je zeggen, nou, je ziet er niet uit als een gewichtheffer. How much do you train? Hoeveel train je? I don't train. Ik train niet. Well, how much weight can you lift? Hoeveel gewicht kan je heffen? I don't know. Ik weet niet. You'd say, you're calling yourself an Olympic powerlifter, but you never train? Dus je zegt dat je een Olympische speler bent op het gewicht heffen en je traint nooit? You're gonna lose. Dan ga je verliezen. They're not even gonna let you in the gym. Ze laten je niet eens het gebouw binnen. You tell me you're a Christian. Je zegt me dat je christen bent. You're not disciplining yourself to be godly? Maar je traint jezelf niet om, om heilig te leven. You're not striving to be conformed to the image of Christ. En je streeft er niet naar om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. You're not taking serious your study in the Word of God and prayer. En je neemt het bestuderen van Gods woord en de tijd voor gebed, dat neem je niet serieus. You're not taking serious the commands to fellowship with other believers that through their godly conversation you become godly.
En je neemt niet serieus ook de opdracht, hè, om om te gaan met andere christenen, met godvrezende mensen, om door hun voorbeeld ook ten goede te veranderen. You're not guarding yourself from the filth that's in this world. En je beschermt jezelf niet tegen alle vuiligheid die er in deze wereld is. But your brain is filled up with its media. Maar je hersenen, je gedachten worden voortdurend vervuld met alles wat er naar je toe komt. I think you need to examine yourself. Dan denk ik dat je jezelf moet onderzoeken. Because if you are a child of God, he is working in your life to make you holy. Want als je een kind van God bent, dan werkt hij in je leven om je heilig te maken. And he's going to do it. En hij zal dat ook doen. Now when he says here that God has elected us before the foundation of the world that we might be holy and blameless, he's saying something wonderful. Nou, als hier staat dat de Heere God ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn, dan zegt hij iets heel prachtigs. He chose to do this before the world was made. Hij heeft ervoor gekozen om dit te doen voordat hij de wereld heeft geschapen. And when the world comes to an end and you're standing before God in heaven. En als de wereld heaven, ten einde komt en je staat straks voor God. You will be holy. In de hemel. Dan zal je heilig en smetteloos zijn. Isn't that wonderful? Is dat niet heerlijk? To be free from sin. Om vrij te zijn van zonde. To be without spot or darkness. Om zonder vlek of duisternis te zijn. I'm going to just ask you to turn to the Song of Solomon and we're going to read 2 verses and then we're finished. Ik wil je vragen om met mij te kijken naar het Hooglied, waar we 2 versen uit zullen lezen en dan sluiten we af. Song of Solomon, chapter 4, verse 7. Hooglied 4, vers 7. You are altogether beautiful, my darling, and there is no blemish in you. Alles aan u is mooi, mijn vriendin, en er is geen enkel gebrek aan u. That's what Jesus Christ is going to say to the church. Dat is wat de Heer Jezus Christus gaat zeggen tegen de kerk. That's what he will say to you. En dat is wat hij tegen jou zal zeggen. On that day when you stand before him. Op die dag als je voor hem zult staan. Because of the power of his blood. Vanwege de kracht van zijn bloed. Because of the strength of God's sovereignty. Vanwege de kracht van zijn soevereiniteit. These are the words you're going to hear. Zijn dit de woorden die je zult horen? You are altogether beautiful. Alles aan u is mooi. There is no longer any stain. Er is geen enkele vlek. No sin to interrupt. Geen enkele zonde om ertussen te komen. Now look at verse 9. En kijk naar vers 9. You have made my heart beat faster, my sister, my bride. You have made my heart beat faster with a single glance of your eyes, with a single strand of your necklace. U heeft mijn hart veroverd, of in het Engels staat er, u heeft mijn hart sneller doen kloppen, mijn zuster, mijn bruid. U heeft mijn hart sneller doen kloppen met één blik van uw ogen, met één schakel van uw halsketting. God is going to rejoice in you. God gaat in jou zich verblijden. He's going to delight in you. Hij gaat zich in jou hij gaat zich over jou verheugen. He's going to rejoice in your beauty. En hij gaat zich verheugen over jouw schoonheid. But I want you to look at something. Maar ik wil dat je naar iets kijkt. He says with a single strand of your necklace. Er staat met één schakel van uw halsketting. Now this was a poor shepherd girl. Dit was een arm herdersmeisje. She couldn't get a necklace. She couldn't buy a necklace. Die kon helemaal geen ketting kopen. Where did she get the necklace? Waar kon ze zo'n halsketting vandaan krijgen? She got it from this husband of hers. Die heeft ze gekregen van haar man. Now I want you to see the way God will deal with you. Dus ik wil dat je ziet hoe God met jou zal omgaan. Here we are, this poor person with no righteousness, no hope, no beauty. Hier zijn wij, die arme persoon met geen gerechtigheid, met geen schoonheid, met geen hoop. We're dirty and we're filthy, we're unlovely. We zijn bevuild en we zijn niet liefelijk. He cleans us off. Maar hij reinigt ons. He dresses us in perfect righteousness. En hij bekleedt ons met volmaakte gerechtigheid. He adorns us with his beauty. En hij versiert ons, hij kroont ons met zijn schoonheid.
And then he looks at us with delight. En hij kijkt naar ons met vreugde. He's delighting in what he has made. En hij verheugt zich over wat hij heeft gemaakt. He has taken this wretched, ugly, sinful person. Hij heeft deze deze zondige, lelijke persoon genomen. And by a plan that he created before the foundation of the world, that person now stands before him beautiful. En door een plan dat hij bedacht heeft voor de grondlegging der wereld, staat die persoon nu zo mooi en schitterend voor hem. And he delights in that person. En hij verheugt zich over die persoon. And that person is you. En die persoon, dat ben jij. It sounds almost too good to be true. Het klinkt te mooi om waar te zijn. This is what will drive you to serve him. Maar dit is wat jou zal aansporen om hem te dienen. The great things he has done for you. De geweldige dingen die hij voor jou heeft gedaan. If you don't know Christ, als jij Christus niet kent, seek him. Zoek hem. Seek him now. En zoek hem vanavond. If you have questions, go to your counselor. En als je vragen hebt, ga naar je raadgever. Talk to them. They'll use the Bible and show you en praat, how to be saved. Praat met hen en ze zullen de Bijbel aan je uitleggen. I'm not preaching just to tell you stories. My desire is that you would be saved. En ik predik niet tegen je om je verhaaltjes te vertellen, maar mijn verlangen is dat je behouden zult worden. And if you're a Christian, en als je een christen bent, and you've seen tonight that you have not been living for Christ, en je ziet vanavond dat je niet voor Christus hebt geleefd, you feel ashamed. En je schaamt je. You know what the devil wants you to do? Weet je wat de duivel wil dat je doen zal? He wants you to run away from Christ. Hij wil dat je wegrent van Christus. Do you know what Christ wants you to do? Maar weet je wat Christus wil dat je doet? He wants you to run to him. Hij wil graag dat je naar hem toe rent. The broken and contrite heart he will not despise. Verbroken en verbrijzeld hart zal hij niet verwerpen. And maybe you're older. Misschien ben je al ouder. Maybe you're, you know, middle age or past middle age. Maybe you're an elderly man or woman. Misschien ben je van middelbare leeftijd of je bent al wat ouder geworden. Maybe you look at your life and you say, I've wasted so much of it. Misschien kijk je terug op je leven en zeg je, ik heb eigenlijk zoveel van mijn leven verspild. It's not too late to start. Maar het is niet te laat om te beginnen. Live the rest of your life for him. Maar leef de rest van je leven voor hem. Because in a race, in een wedstrijd, it's not that important how you start. Is het niet het belangrijkste hoe je begint? But it's real important how you finish. Maar het is wel heel belangrijk hoe je eindigt. So let's finish the race. Dus eindig die wedstrijd. Let's press on to know our God. Laten we er naar jagen om hem te kennen. God bless you. De Heere zegene je. Yes. Father, I come before you in the name of your Son. And I pray that, Lord, words are so useless. If the power of your Spirit is not among us and is not working, we've just wasted our time. Father, please get glory for yourself. Get glory for your Son. Save lost men and women and boys and girls. And Lord, strengthen your people. Open their eyes to see your glory, that they might delight in you and be driven in that delight to serve you with all their heart, soul, mind, and strength. And Lord, the Christian who is brokenhearted tonight, who is afraid, who doubts your love, I pray, Lord, that they would see that a broken and a contrite heart you will not despise, but you will welcome and heal. Lord, help your people. In Jesus' name, amen. Amen.